Dutch Master Painters presenteert. Hans Wap. Het dubbeltalent Hans Wap studeerde aan de Kunstacademie te Rotterdam. In de jaren 60 verwierf Wap enige bekendheid als dichter. Zo publiceerde hij in 1967, nog onder de naam Hans Melchior Wap, de gedichtenbundel Accentschoten en Filter Sigaretten. Als beeldend kunstenaar heeft hij vervolgens grotere bekendheid verkregen. In het boek Stills wordt zijn werk getypeerd als het lichtelijk absurde en gevoel voor ironie zijn typerend voor zijn werk. Op veel schilderijen en prenten van Hans Wap figureert een man zo anoniem als het beeldteken dat de voetganger maant om bij rood licht te stoppen en pas bij groen de weg over te steken. Deze figuur is een voor ieder verstaanbare homo universalis, een baken van orde en rust in een hectische wereld. Bij Hans Wap staat hij echt een model voor de rusteloze zoeker die zijn dadendrang nauwelijks begrijpt, maar die behept is met de drang tot overleven, tot de dood hem inhaalt. Wat de schilders betreft houdt Hans van Vermeer, maar ook van Breugel, die daar wel weer een paar jaar aan vooraf ging. Het gekke is dat ik met de klank meer affiniteit heb dan met het beeld, zegt Hans. Vermeer werd in de 19e eeuw de Sphinx van Delft genoemd, omdat er zo weinig details over zijn leven bekend waren. Hij had bovendien een voorkeur voor tijdloze ingetogen momenten.